Wij hebben wel een winnaar gevonden. Een grote winnaar. Nou, een grote winnaar, maar hij heeft wel de avond van zijn leven gehad. Dat is namelijk Van Putten en hij komt, Edwin Rutte en hij komt uit Putten. En daar hebben we nu verbinding mee, want hij staat voor het Theater Carré. Meneer Rutte, bent u aanwezig? Meneer Rutte, hallo? Kunt u ons horen, meneer Rutte? Ja, met mij. Ja. U hebt contact met mij, heb u dus, hè? Mijn naam is Edwin Rutte. Ik kom uit Putten. Edwin Rutte uit Putten, kan je wel nagaan natuurlijk. Wat gein, hè? Ik ben aanwezig. Ik ben namelijk, we lezen hier, ik ben VIP. Ik ben uitgenodigd hier bij de première van, hoe heet die, van de musical van De Garage is Vol. En nou hebben ze mij dus gevraagd. Ik heb namelijk gewonnen bij ons in Putten met de Meubelboulevard. Die bestond 7 jaar. En hebben ze, was er een slagzinnenwedstrijd en daar moest je slagzinnen insturen. En daar heb ik een paar slagzinnen ingestuurd. En dat was ik was dus de winnaar, dus zodoende dat ik hier nou naartoe mag. Ik had, wat had ik ook, ik heb hem opgeschreven. Ik had deze slagzin. Voor haring zonder uitjes, kom naar de Meubelboulevard toe, luidjes. Of deze. Kom naar de Meubelboulevard. Wat een boel meubels hebben ze daar. Die is ook goed gevonden natuurlijk. Hè. Kom naar de Meubelboulevard. Wat een boel meubels hebben ze daar. Kun je wel dagen hoe geinig die is. Hè. Makkelijk te bereiken met lijn 2, 6 en 7. Maar 7 is niet waar, maar ik heb 7 erbij gezet omdat het moest rijmen. Maar 7 komt er niet, maar lijn 6 die komt er wel. Maar dan moet je overstappen onderweg bij de Putsenbocht. Half op de Putsenbocht staat er een, en de chauffeur roept de pomp. Maar die mensen in Putten weten het wel dat ze over moeten stappen. Dus die van 6, je kan eigenlijk beter ineens met 6 gaan. Maar mocht je met 7 gaan, dan kom je niet. Die gaat helemaal naar het Centraal Station in Putten. Ik kan me voorstellen wat het is natuurlijk. Hè. Dus, maar goed, het gaat nou dus om dat ik hier dus als VIP aanwezig mag zijn. Hier bij De Garage is Vol. Er staan natuurlijk ontzettend veel bekende mensen, want misschien dat Viola Holt. Viola Holt, dat ik hier, als die tegenkom, daar klim ik natuurlijk gelijk in. Dat kan je wel nagaan, hè. Of die andere van Hans Bekooi en Mireille van Willigenburg, die kan ik ook wel even. Dus gaat u mee, het is ontzettend leuk. Al die bekende mensen, loop u maar mee, is misschien leuk voor u ook. Ik ben VIP, dus ik mag overal doorlopen. Ho, VIP. Komt u maar. Wilt u even weggaan, komt een VIP hier. Ik ben van... Waar gaat het over? Lekkage of vol? Oh, de garage is vol in Nederland. Nou, ik ben vreselijk benieuwd. Dat kan u wel nagaan natuurlijk. Hè? Ja. Heb ik een gereserveerde plaats? Kan ik gaan zitten? Tuurlijk, u heeft een gereserveerde plaats. Ik ben van de Meubelboulevard en wij gewonnen met de slagzinnen. Dat weet u wel natuurlijk. Ja, ja. Daarom zijn wij hier ook. Daarom heb ik de kaarten gewonnen. Hè? Ja. Ontzettend leuk dat ik u ook gezien heb. Ja, fijn natuurlijk. Ik echt heb gezien. Ja, u ook. Zo leuk, dat hè? Is, ja. Wie is het? Ja. Wilt u weg? Ga er even langs. Ach, daar zie ik een bekende, hè? Eindelijk. Ik ben al een kwartier op zoek naar bekenden. U bent toch bekend, toch wel? Ik, mijn naam is Edwin Rutte, ik kom uit Putten. Ik ben van de Meubelboulevard. Edwin Rutte was toch een zanger? Ja, die is van op die vuist. Ik ben wel eens verre familie, maar ik praat er liever niet over, want ze zien hem vaak voor mij dan, omdat ik ook Edwin Rutte help. En u zingt helemaal niet, hè? U zingt, heb u bonnetjes of zo? Nee, ik ben VIP, anders kom je niet binnen, omdat ik met de slagzinwedstrijd heb gewonnen. Ik heb namelijk een slagzinwedstrijd van haring tot dressoir op de Meubelboulevard. En toen ben ik gewonnen. Maar ik heb een afspraak met de man van de Rotanhut. Veel bekende mensen dat ze even zouden zeggen van in een stoeltje van de Rotanhut zit je altijd lekker. Als u even dat zegt, dan sterf ik een bijzettafeltje. Dan moet ik rijmen. Ja, wat u wil. In een stoeltje van de Rotanhut zit je altijd kut. In een stoeltje van de Rotanhut zit je altijd goed. Ja, nee, dat is goed. Ja, nee, dat is goed. U begrepen. Hé. Hey. Hallo. Vuile overlopen. Hoe kan je dat nou doen? We hadden het zo leuk met z'n allen. Het was zo leuk met z'n allen. En ga je huilen.
Ja. Je bent zo. Maar wat hebben we daar een zin, hè? Wat was het mooi vanavond, hè? Vond u mooi? Ja, het was ja, mooi, maar niet mooi. Dat het vanmorgen in de krant was. Ja. En dat je dat je haar ook meeneemt. Dat ja, zo, ja, maar dat jij gaat, kan me niet schelen, maar dat je haar meeneemt. Ja, maar we gaan niet uit elkaar. Maar we gaan niet uit elkaar. Ja, dus, ja, maar ja, ik wist niet dat u een travestiet was. Ik wist niet dat u een travestiet was. Ik wist niet dat u een travestiet was. Hij is wel gevangen, hoor. Nee, hij is het nou goed. Ja, hij is het nou goed. Zet geikema. Zet geikema. Lied uit. Daar heb ik altijd van gedroomd. Dat ik u eens een keer zou mogen ontmoeten. En ik ontmoet u zo ineens hier zo. Fantastisch dat u dat. Dat vind ik zo licht trouwens. Geweldig. Heb je zelf de bril op een stoel? Ja, natuurlijk. Want mijn naam is Edwin Rutte. Ik kom uit Putten. Ik ben van de Meubelboulevard. Wat geweldig dat ik u een keer heb verschillend zo. Kan u even zo doen voor mij? Even zo. Hey, hey. Hoe? Wat heb ik? Wauw. Ik zou zeggen, terug naar de studio. Met de groeten van Jan van Putten. Van de Meubelboulevard.